Ja, voorzitter. Het gaat vanavond over gedwongen openstelling van winkels. En dan zou je toch bijna de ogen uitwrijven en afvragen. Dat is toch wel het laatste waar we ons druk over moeten maken in een tijd die nog maar net achter ons ligt en waarbij de winkels gedwongen gesloten waren. Winkeliers stonden te trappelen om weer klanten te ontvangen en hun zaak verder te openen. En wij als SGP, en ik denk iedere collega, is heel blij dat dat weer kan. En is dit dan nu het moment om maatregelen te treffen tegen verplichte openstelling van winkels? Nou, voorzitter, wat mij betreft toch wel. Want juist de coronatijd heeft veel mensen lessen geleerd. Mensen die door de crisis het rustiger kregen, kwamen erachter dat een betere afstemming tussen werk en thuis toch best goed is. En mensen die door de crisis juist extra veel werk hadden, denk aan de supermarkt of de bloemist, die vertelden dat het voor zichzelf en hun gezin toch niet zo goed was om 7 keer 24 uur door te gaan. Dat houdt niemand vol. En zodra de tijdelijke crisisbeperkingen helemaal verdwenen zijn, bestaat het risico dat het probleem van gedwongen openstelling ook weer volledig terug is. En laten we daarom zorgen dat de lessen van corona niet vervliegen, maar laten we ze gebruiken om de wetgeving zoals die nu voor ligt nog een beetje beter te maken dan die al is. Laten we ervoor zorgen dat winkeliers niet meer beboet of uitgesloten worden van als ze gewoon de gebruikelijke dag rust in de week willen. En voorzitter, om dit wetsvoorstel te kunnen beoordelen, is het goed om het systeem van de wet weer eens te bekijken. Want de wetgever verbiedt uit sociale motieven in beginsel het openstellen van winkels op bepaalde tijden en op bepaalde dagen. Neem bijvoorbeeld de tijd tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Dan heb je denk ik niet de problemen die de heer Van Aartsen in zijn jeugd zag. Bij ons in Elspeet was dat wat minder, maar daar kan hij volgens mij nog steeds wel s'avonds om 6 uur dicht. Dat doen we niet hoor. Maar ik denk tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens, dan zijn er toch weinig mensen die echt de dringende behoefte hebben om dat te combineren met hun werk nog eens naar de winkel te kunnen gaan. Het is gewoon goed als uitgangspunt geldt dat de winkels dan gesloten zijn. En datzelfde geldt voor de zondag en voor nationale vrije feestdagen. Want natuurlijk betekent dat een inbreuk op de vrijheid van ondernemers. Maar voor de samenleving als geheel is het ons inziens toch een verstandige keuze. Er is behoefte aan orde en aan bescherming van werknemers. Rustmomenten moet je bovendien gezamenlijk regelen, anders ben je ze zomaar kwijt. En onderstreept de regering dit uitgangspunt? En op welke wijze is dit uitgangspunt van de wet meegewogen bij het opstellen van het wetsvoorstel, is mijn vraag aan de staatssecretaris. In de praktijk is het zo dat gemeenten de vrijheid hebben om uitzonderingen te maken op het verbod om winkels te openen. En daar kun je politiek kennelijk verschillend tegen aankijken en de uitwerking in gemeenten laat ook allerlei verschillen zien. De SGP hoopt wel dat partijen elkaar in ieder geval vinden in het uitsluiten van dwang die kan ontstaan doordat de overheid zelf ontheffingen verleent. En vindt de staatssecretaris ook dat hier een bijzondere verantwoordelijkheid ligt voor de wetgever? Het is toch onbestaanbaar dat de ontheffing van de overheid, die bepaalde burgers de vrijheid biedt, de oorzaak is dat andere burgers met dwang te maken krijgen. De SGP vindt dat het wetsvoorstel dat probleem duidelijker kan aanpakken dan nu het geval is. En ik constateer dat de breed gesteunde motie van SGP en D66 niet 100% duidelijk terug te vinden is in het voorliggende wetsvoorstel. En met het amendement, inmiddels het amendement Stoffer-Leijten, doen wij een voorstel om dat risico op dwang effectiever uit te sluiten. Op die dagen en tijden die door de wetgever bijzonder beschermd worden, moet dwang uitgesloten zijn. En voorzitter, de SGP vraagt zich af of dit wetsvoorstel niet leidt tot een nieuwe tweedeling en tot een ongelijke behandeling. Winkeliers met bestaande contracten worden door het wetsvoorstel namelijk beschermd tegen eenzijdige wijziging van de openingstijden. Maar winkeliers of andere ondernemers die een plekje willen bemachtigen in een winkelstraat of winkelcentrum of meubelboulevard, kunnen het toch wel lastig krijgen. En kan de regering uitleggen waarom dit een gerechtvaardigde vorm van ongelijke behandeling is? En bevordert dit ook de gezonde ontwikkeling van de economie? De regering schrijft dat de onderhandelingspositie van winkeliers bij afspraken over openingstijden buiten het wetsvoorstel valt. Maar het is toch niet bevredigend om te doen alsof dit probleem niet bestaat, terwijl de regering erkent dat het probleem er is. De heer Aartsen heeft een amendement ingediend waaruit de zorg spreekt over de positie van kleine winkeliers op A-locaties. En laat ik helder zijn, de SGP deelt die zorg en het is ook zeker goed om daarbij de evaluatie op te letten. Ik ben heel benieuwd hoe de regering daartegen aankijkt en ik ben ook benieuwd of indien er wellicht in tweede termijn de regering al iets kunnen zeggen over de richting van wat er zou moeten gaan gebeuren als uit die evaluatie komt dat het inderdaad een probleem is. En misschien is het eigenlijk nog wel beter wat mevrouw Leijten suggereerde om dat dan gelijk maar op te lossen nu.
Is het niet veel beter om dit risico dan inderdaad ook bij voorbaat uit te sluiten en te voorkomen dat verhuurders hun contracten verder gaan dichttimmeren? Want het probleem sleept al jaren. En de eerste en enige motie die senator Holdijk, mijn partijgenoot, misschien dat sommigen van u nog kennen, hij werd 10 jaar geleden soms de machtigste man van Nederland genoemd, die ging over het verkennen van de mogelijkheden om winkeliers te beschermen tegen dwang. En dat was in 2013. En we willen toch niet het risico lopen dat we weer jaren verder zijn als we constateren dat het wetsvoorstel te weinig bescherming bood. Laten we het amendement aannemen en vervolgens bij de evaluatie bezien of er aanleiding is om de zaken iets aan te passen. Voorzitter, tot slot de vraag: waarom werken we zo hard? Dat is niet een vraag die ik zelf heb bedacht. Ik had het misschien wel kunnen doen, maar het is de titel van een essay van Govert Buijs over de economie in onze westerse wereld. Het is volgens hem een ongezonde economie die vaak uitsluitend op geld en winst gericht is, terwijl mensen veel meer waarde aan elkaar kunnen toevoegen. Buijs pleit daarom juist voor een economie van de vreugde. Dat is een mooie term en ook een aansprekende gedachte. En het past ook bij de Bijbelse gedachte dat de rustdag ons bewaart voor allerlei vormen van slavernij, ook in een modern jasje. Echte vreugde ontstaat als we onszelf afhankelijk weten van onze goede schepper en met elkaar wat rust nemen. En die economie van de vreugde doet ook recht aan werkgevers en werknemers, aan grote en kleine bedrijven, aan mens en dier, aan de samenleving als geheel, durf ik daarmee wel te stellen. Uiteraard kun je dat als overheid niet volledig afdwingen, moet je ook niet willen, maar we kunnen wel wat basale lijnen trekken. En daarom zeg ik, laten we dit wetsvoorstel gebruiken om te werken aan die economie van de vreugde. In mijn optiek een meer duurzame economie dan een economie die alleen gericht is op geld en winst. Daar laat ik het bij, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Er is een vraag. De heer Amouche. Ja, voorzitter. Een vraag aan de heer Stoffer. Ik krijg wat toe appjes van een beste meneer uit Elburg en die noemt zich de zondagstrijder. En die wil eigenlijk dat de winkels op zondag opengaan. En natuurlijk dat bij de gemeente zelf. Maar vandaag hebben we inderdaad het debat over dwang. Dus we willen niet dat mensen gedwongen worden om open te gaan. Hoe kijkt de heer Stoffer inderdaad tegen dat als je dwang de andere kant ophaalt? Dus dat je ook mensen niet verplicht om dicht te gaan. Hoe ziet u dat richting de toekomst? Dat gaan we vandaag niet oplossen in dit wetsvoorstel. Maar kunt u daar eens op reflecteren? Ja, dat is... ik ken Elburg vrij goed. Mijn voorgeslacht ver... Een ver verleden komt er vandaan en ik woon in de buurgemeente Nunspeet. Ja, de couleur lokaal is daar grotendeels dat winkels dicht zijn op zondag. Hè. Dat is ook de lokale bevoegdheid. Nou, in dat soort gebieden. Ik kan me voorstellen dat een enkele ondernemer is die zegt, ik heb daar moeite mee. Ik kan me dat heel goed voorstellen, dat hij ook zijn best doet om daarvoor te strijden. Maar ja, u kunt zich vast voorstellen, uit mijn optiek, dat ik zeg, ik leef graag volgens de 10 geboden, zoals we die in de Bijbel zien. Daar word ik de zondag expliciet genoemd. Aan de ene kant als dag van God, maar aan de andere kant ook als dag. Ik heb het zelf al eens genoemd in een ondernemerskrantje. Het mooiste cadeau wat God ons gegeven heeft, dat we die eerste dag van de week vrij mogen hebben en pas daarna 6 dagen aan het werk hoeven. Ik denk dat het voor iedereen goed is. Dus volgens mij, dat stukje bescherming, dat iedereen op zondag het lekker rustig heeft en ook de mogelijkheid heeft om naar de kerk te gaan, dat is vanuit mijn optiek. Ja, ik denk dat moet je niet alleen in Elburg doen, dat zou je volgens mij in heel de wereld moeten doen. De heer Amouche. Voorzitter, ik ben het eens met de heer Stoffer, hè, dat we niet de 24/7 economie moeten nastreven. Daarom ook zijn wij voor dit wetsvoorstel. Maar ik kan me ook wel voorstellen inderdaad, dat de ondernemers zeggen dat ik op een zondag, zeker in een gebied waar recreatie hoogtij viert, op de zondag meer omzet kan draaien en een rust pakt op de vrijdag of op een zaterdag. En dan is nog steeds het streven hetzelfde, de rust uit die rat race. Maar wel kiezen inderdaad wanneer je niet gedwongen wordt om op dicht te gaan. Maar dan gaan we een andere keer een boompje opzetten. Dank u wel. De heer Gauws heeft ook nog een vraag. Het ligt een beetje in de verlengde. Kijk, in Heerlen, daar heb je de Pancratiuskerk, de kerk van mijn stad. Maar daar zijn de kerkgangers altijd heel blij als de cafés en de winkels open zijn. Daarna gaan ze winkelen. En misschien dat katholieken daar iets ruimer en vrijer in zijn en iets meer vreugde ook doorbeleven. Maar ik vind inderdaad dat meneer Amouche een punt daar heeft. Want er zijn natuurlijk mensen die werken door de week, echt in hele dode omgevingen. En die zijn blij dat ze op zondag even kunnen gaan winkelen. Die beschouwen dat ook als een soort hobby met hun gezin.
En sommige mensen die willen ook helemaal niet de hele zondag met een gezin opgescheept zitten. Dus ik vind, die mensen moet je dan toch ook de vreugde kunnen geven dat zij wel kunnen winkelen. Dus ik ben het helemaal met die eens, hè. Dat als mensen die naar de kerk willen gaan, en maar die hoeven ook niet naar die winkels, ja, dat hoeft niet. Maar je kan toch allemaal naast elkaar in dichtheid. Kijk, ik denk dat in Nederland geen enkel probleem is. Want als je wil winkelen, nou volgens mij heb je meer plaatsen en steden waar je dat kunt en dat je het niet kunt. Maar ja, mijn ideaal zou zijn dat iedereen van de innerlijke overtuiging, voorzitter, zou denken, wat is het geweldig om op die zondag niet te hoeven werken, dat je tot rust mag komen en naar de kerk mag gaan. Ja, ik weet dat niet iedereen dat heeft. Dus degene die dat nog niet hebben, ik kan ze het wel aanraden, ook u meneer Graus. Maar ja, dan heb je volgens mij mogelijkheid genoeg om waar dan ook in Nederland te gaan winkelen of iets te gaan drinken of enzovoort. Maar ja, mijn ideaal ligt elders. Meneer Graus? Misschien zelf, hè? Voor mij hoeft het niet eens, dat zeg ik u heel eerlijk. Dus ik vind het best fijn, die sirene zondagsrust. En ik hoop ook om een oude dag in zo'n dorpje te mogen wonen waar het niet allemaal is. Maar, dus het, maar ik spreek hier niet namens mezelf. We spreken hier namens een groot deel van de bevolking. En ik vind ook dat je dan die dwang, wat u zegt, om te openen. Dus om mensen ook uit uw achterban. Dat vind ik schandelijk. Dat mag je niet doen. Daar steun ik u ook in. En dat zal ik ook blijven doen. Dat doe ik al die tijd. Maar je moet ook toch de mensen niet de dwang opleggen, inderdaad, zoals u dat zei, om de winkel wel te openen. Maar ook de consumenten om te kunnen winkelen. Want anders, u gaat hen dat wel min of meer verbieden. Dat is ook een soort van dwang. Heer Stoffer. Nou, ja. Nee, voorzitter. Kijk, volgens mij wordt er nu een probleem op tafel gelegd wat helemaal niet bestaat. Ook iets waar we het op dit moment niet over hebben. We hebben het hier namelijk over een situatie waarin bijna alles open is. En je voor die enkeling kijkt van, kan die niet gedwongen worden? Kijk, als je het hebt over mijn ideaal, dan zou ik het graag anders zien. Maar dat is niet zo. Dat is ook iets wat zeg maar in een democratie zit. Dus ja, als u zegt, nou, dat is in een enkele gemeente, Elburg, Nunspeet enzovoorts, nog een probleem. Ja, in heel veel gemeenten zal het vanuit uw optiek al vanzelf opgelost zijn. Maar in mijn optiek denk ik, ja, het gaat wel steeds achteruit. Maar ja, dat is ook een kwestie van de lokale democratie. Dus ik zou zeggen, iemand die er wat mee heeft, ga naar de gemeenteraad in Elburg of Nunspeet of waar dan ook en overtuig die mensen. Ja, u kunt tegen mij aanpraten wat u wil. Ik ga er niet over. Mijn ideaal is anders. En ik denk dat het ook geen probleem is wat op dit moment echt voor ligt. Want iedereen kan ja, over alles doen wat hij wil, volgens mij. Uw beantwoording heeft geleid tot meer vragen. Ja, excuses, voorzitter. Ze stonden zelfs tegelijk op tijd. Zo. Ja, ja. Dus ik weet ook niet aan wie ik als eerste het woord moet geven. Kijk elkaar maar aan. De heer Van Wijnberg heeft er zin in. Aan u het woord. Ja, voorzitter. Ja, dank u wel, voorzitter. Kijk, de heer Stoffen en ik vliegen onderwerpen soms van een andere hoek aan. Alleen ik doe altijd wel een beetje een oproep en heb altijd veel vertrouwen in de consistentie van de heer Stoffen. En daarmee had ik net toch wel een klein beetje moeite. Want we hebben nu een wetsvoorstel wat iets wat voorkomt. Ook geen schering en inslag is volgens mij, hè, maar het komt af en toe voor. En dan zeggen we, hoewel het af en toe voorkomt, dan zegt de staatssecretaris ook, ik weet niet hoe vaak, maar ik vind het gewoon onwenselijk. Dus dat los ik op, want ik wil geen drang. Ja, zegt mijn fractie, zeggen volgens mij de hele Kamer, dat is verstandig. Dan komen er vragen van de heer Amouche over drang de andere kant op. En dan hoor ik, ja, die mensen moeten ergens anders gaan winkelen. Maar ik heb net niet gezegd, ja, die meneer die een probleem heeft in Paddepoel moet een ander winkelcentrum zoeken. Ik heb gezegd, nee, dat is drang en daar ben ik tegen. Ik had eigenlijk van de heer Stoffer toch wel enig evenwicht in de redenatie verwacht. En het is licht selectief, zou je kunnen denken. Snapt de heer Stoffer dat die indruk bij mij is ontstaan? Voorzitter, ik snap het best. Het is voor mij ook best een ideaal. Kijk, mijn ideaal is in Nederland niet te zien, hè? Maar dit is wel een probleem wat gecreëerd wordt. Net alsof ik raadslid ben in Elburg. Ja, dat ben ik niet zelfs nooit geweest. Dus ik zou zeggen, ja, die discussie loopt daar volop, dat weet ik. Dus ja, ga daar naartoe. Maar mijn ideaal zou zijn, dat zet ik ook al neer, dat in heel Nederland iedereen de innerlijke overtuiging zou hebben en zou denken, wat is het goed om die zondag met elkaar gewoon leeg te houden. Om naar de kerk te gaan, een stukje te wandelen, door te brengen met de familie. Ja, er zijn mensen die zeggen, ik wil dat liever niet. Nou ja, je bent het natuurlijk niet verplicht om met de familie je tijd door te brengen. Maar ik snap best dat de heer Van Weijenberg zegt, voorzitter, dat er een heel klein beetje inconsistentie zit. Ik krijg ook niet alles bij elkaar. De hemel op aarde, dat wordt het hier niet. Voor mij niet en voor u denk ik niet. Maar toch zoeken in dit wetsvoorstel, denk ik, niet datgene wat de heer Amouche hier naar voren bracht, maar het probleem wat ik constateer zit wel echt helemaal aan de andere kant van de samenleving.
Ik vind interrupties eigenlijk wel mooi, voorzitter. Ik zie het. Maar ik denk dat het een probleem is wat helemaal niet bestaat. De heer Van Wijnberg. Tenminste, niet in breed Nederland. Nee, voorzitter. Maar ik vind het heel eerlijk dat de heer Stoffer gewoon toegeeft dat hij inconsistent is. Dat siert hem. Alleen ik vind het echt ingewikkeld. Voor heel veel mensen is op winkelen op zondag, zoals het ook de avond. Nee, moet je nagaan, als we die winkeltijdenwet 96 niet hadden verruimd. Ik weet uw partij daar toen ook al tegen was en was niet de enige. En we dat nog steeds in die wereld zaten die de heer Aerts beschreef. Maar ik blijf het wel ingewikkeld vinden dat als we het hebben over drang en dwang, dat u onze steun heel terecht, en nu heeft u vraagt voor het eenzijdig aanpakken van winkeliers die gewoon niet kunnen tekenen en toch gedwongen worden door een aanpassing van de winkeliersvereniging bijvoorbeeld. Maar op het argument dat andere mensen zeggen, ja, maar wij worden ook beperkt. Het antwoord is, dan gaat u maar ergens anders winkelen. Wij gaan het hier niet over eens worden, voorzitter. Maar ik ben nog steeds dan wel extra blij met die wet uit 96 en de initiatiefwet uit 2013. Dank. De heer Aartsen, u heeft ook een vraag. Ja, voorzitter, toch op hetzelfde punt inderdaad. Want die consistentie, die glipte er op een gegeven moment inderdaad doorheen. Want ik ben zelf raadslid geweest. Weliswaar niet in Aalburg, maar ergens anders. Nu hier in de Kamer. En het mooie van volksvertegenwoordigers zijn dat je namens het collectief de verantwoordelijkheid krijgt om dingen met elkaar af te spreken. Maar begrijp ik de heer Stoffer nou goed dat hij zegt van, als het collectief afspreekt, in dit geval een kleiner collectief aan winkeliers, dat je op bepaalde tijdstippen open moet zijn, dan vinden we dat bezwaarlijk. Maar als het collectief met elkaar afspreekt dat andere mensen niet open mogen zijn, dan vindt hij dat wenselijk. Dat is toch een best bijzondere redenering, voorzitter. Nou, voorzitter, volgens mij is het iets wat in de lokale politiek speelt. Maar ik zal de heer Van Aartsen toegeven dat zelfs deze inconsistentie binnen de VVD aanwezig is. In 2010 in Nunspeet hadden we verkiezingen en toen stond er een kop in de lokale krant: de VVD wil de winkels open op zondag. Nou, het was een jonge, nieuwe, frisse VVD'er en hij sprong uit zijn vel, want dat wou hij niet. Nou, toen bleek dat het niet over Nunspeet ging, maar over Harderwijk. En dat was dan weer een andere VVD. Maar ja, zijn achterban zei in Nunspeet ook van, we vinden het best, als we al iets willen, dan gaan we wel in Zwolle kijken. Maar in Nunspeet houden we liever de boel dicht. Ja, dat was ook de VVD. Dus zelfs zit die inconsistentie in de VVD en Ik prijs ze er alleen maar over, voorzitter. Maar ik snap het dilemma wat hier neergelegd wordt, zowel vanuit D66 als vanuit de PVV als vanuit de VVD. Ik heb ook denk ik ruiterlijk toegegeven dat het wat mij betreft ook best iets is wat, ja, als je het allemaal heel objectief naast elkaar legt, een beetje wringt. Maar ik denk dat we het vandaag gaan moeten houden bij het probleem wat hier voor ligt. Dat alles open kan en dat je moet voorkomen dat je voor dat laatste stukje dat dwingt. Ja, en als er een probleem komt in Elburg of een andere plaats, die enkele gemeente waar de winkels nog dicht zijn, wat overigens nu niet echt winkelgebieden zijn, maar meer gebieden waar je shop... U bent helemaal op dreef aan het raken. Ja, ik dacht, ik neem de tijd dan maar. Dat merk ik, de heer Aartsen. U wilt naar huis. Nog kort. Nee, absoluut niet, maar er zijn nog een heleboel sprekers die ook heel graag iets zinnigs willen zeggen. Laat ik de ijdele hoop uitspreken dat de heer Stoffer met zijn passie voor het collectief regelen dat mensen niet gedwongen kunnen worden door het collectief om open te gaan, dat ik van ze hopelijk een keer een voorstel van de heer Stoffer ga ontvangen om ook collectief te regelen dat iedereen open mag wanneer hij of zij dat wil. Voorzitter, ik denk dat de heer Van Aartsen vannacht maar eens wat moet dromen, want ik schat in dat er in mijn levensperiode, zeker mijn politieke periode, niet van gaat komen. Dank u wel. Dank u wel.